gepraat, ik wil weten wat, wie, wat ze van plan zijn. Ik heb gezworen niet meer te slapen totdat mijn zoontje werd gebroken. Mm-hmm. Weet je al wie het gedaan heeft? Nee, maar dat zal hem niet redden. Hij kan overal vandaan komen. Ja. Een muur. Een muur. Die gaat dan kapot en dat is het dan. Hop, naar de volgende oorlog. Neem er wat mee? Leer er wat? Nee hoor, ik zit er nu middenin met jou. En daar sta je dan en er lopen wat geiten te vreten. Je hebt me wel aan het denken gezet, moet ik zeggen. Was dat toen niet mogelijk geweest? Gewoon doen alsof je al een stukje verder bent en dan terugkijken. Of kunnen we dat niet? Maar nee, wij waren machteloos. Hè? Het waren de goden met hun plannetjes. Nee. Die Paris had van Helena af moeten blijven. Toch? Je blijft van iets af wat van iemand anders is. Ik heb bloemen voor je meegebracht. Toch gebeurde alles zoals het ging. En waarom moet jij nemen, Thomas? Waarom moet jij dan vrij uitgaan? Ja, waarom is dit een kapotte vaas met bloemen? Hij wilde tegen me gaan zeggen dat hij niet wist hoe hij het moest zeggen. En dat het dat niet zou oplossen als hij het zou zeggen. Maar was het zijn probleem soms alleen? Hij was verliefd. Ik heb rozenstruiken laten komen. Ik weet niet of ze het doen, maar de grond is vruchtbaar en als we ze genoeg water geven, ik denk dat ze wel een kans hebben. Er is niet veel nodig om gelukkig te zijn. Een glaasje wijn, iemand om mee te praten. Waarom neem je geen kind? Een kind zou het hier heerlijk vinden. Ik denk erover. Een kind weet nergens van. Ik zeg, ik denk erover.